En Joop-Jan Altena is daarbij om verslag te doen. Je bent toch niet zelf aan het klimmen nu, Joop-Jan? 12% nu alweer. 12% is het steilste stuk van de Kouwberg. Steiler wordt het tot Alpe d'Huez ook niet. En daar fietsen we nu op dat stuk. De klim is ongeveer een kilometer lang. Totaal 5%. Nu op het zwaarste stuk en ik fiets. Dat is Claudia van der Bliek. En de belangrijkste vraag is natuurlijk even, hoe gaat het? Prima. Zolang ik niet te veel hoef te praten. Nee, gek uit. Gaat goed. Als jullie een keer onderin wilden regelen, meiden. Hoe goed heb je ook op de fiets getraind? Ja, veel vlakken weg. En geen één berg, dus dit is de eerste keer. Want hoe vaak denk je vandaag omhoog te gaan? Ja, 10 is maximum, hè. Wow. Bedoel ik. Minimum. Wow, nou. Ja, je glimlacht er mooi bij. Je hebt een lekkere tred. Je hebt je handen nog licht op het stuur, terwijl ik toch begin te hijgen hier. Het laatste stukje en dan zien we daar, als het goed is in de verte, de man met het klembord. En dan kan hij weer een vinkje bij je naam schrijven. 3. We gaan naar de 10. Dus, Nou, kom op, dan gaan we. Kom op. Ik wacht gewoon of ik het geheigen weer hoor. Dan weet ik zeker dat we verbinding hebben met de Kouwberg. Zo makkelijk is dat. Ik wil even hijgen, maar het is hier nog wat minder stijl dan daar verderop, hoor. Ik fiets nu naar Stone. De kroegbaas, die hebben we van de week al een paar keer gehoord. De kroegbaas van Markzicht. En ja, wat we gisteren hoorden in de uitzending. Hij heeft een feestje gehad, hè? Ja, een behoorlijk feestje, ja. Zit goed in de knieën. 25-jarig huwelijk. Veel biertjes. En hoe is het fietsen dan vandaag? Nou, bier drink ik niet. Dus er hoef ik niet over te liegen. Gelukkig maar. Maar staan een heel nacht, hurry op, dat zit wat niet in de knieën. Hoor. Maar ja, we ploeteren maar gewoon door. En ondertussen ga ik even heel hard fietsen nu bij Toon weg. Want ik was ook met Kim aan het fietsen. En die fietsen een eindje voor ons. En hier fiets ik voorbij. Sander, gaat hij goed? Ja hoor! In de afgelopen 2,5 uur zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. Elke beklimming van de Kouwberg zou 2 euro opleveren. Joop-Jan, zijn jullie al aan het plus en min daar? Er is heel hard gerekend door Chris Dijkstra van de Wielerfederatie Limburg. Hij heeft dat klembord de hele tijd bewaakt. Heeft, zoveel streepjes staan die hier. Ik ben zo benieuwd. Hoeveel streepjes staan hier op dat bord? Ja, heel veel. Dat zie je. Ik moet eerlijk toegeven dat het er meer zijn dan dat ik verwacht had. Kom op, nu willen we die keiharde getallen. Hoe vaak is er gefietst? Meer dan 300 keer, meer dan 400 keer, meer dan 500 keer. 557 keer. Wow. De En dat wordt keer 2. Dus wat staat er op de grote cheque? Op de grote cheque staat 1114 euro. Zo! En dat hebben jullie samen bij elkaar gefietst vandaag, hè? Hoe met dat zweet hier, met die glimmende voorhoofden, echt supergoed gedaan. Zo'n training, Leontien van Moorsel, ongelooflijk, hè? Wat die Limburgse heuvels met je doen. Ja, inderdaad. Ja, ik ben ongelooflijk trots op alle bekenaren en helemaal op mijn team, wat ik heb mogen begeleiden. En namens onze hoofdsponsor van ons wielerteam, AA-Drink, willen wij het bedrag verdubbelen. Oh, wow! Hadden jullie daarop gerekend, of niet? Wisten jullie dat jullie zo hard aan het fietsen waren? Ongelooflijk, hè? Ja, top. Helemaal goed. En daar heb je het allemaal voor gedaan? Daar hebben we het allemaal voor gedaan. Zo, nou, dat was de warming-up. Zullen we dan nu gaan beginnen? Nee, die grote berg die wacht op ons. Daar gaat het dadelijk om. Ik vond het een super training. Ik vond het heel gezellig met jullie. En straks daar, op die berg, daar gaat het gebeuren. Zet hem op dan, hè? Yo! We blijven ze volgen, al die bekenaren uit Prinsenbeek. 2228 euro is er dus vandaag weer extra bij elkaar gefietst. Extra sponsorgeld voor Alpe d'Huez.